Hij is fit genoeg om te kunnen starten. Dat is mooi nieuws voor VVV. Dat verder speelt met Kiesbaum, met Pacionik. Da Graza, de man van het eigen doelpunt. Swinkels, Guara, Swinkels vervangt Gelmi. Jansen, Posten, Shabani. Broeders Donis niet aanwezig in de basis. Eén op de bank, de andere er helemaal niet bij. John Giacomakers dus terug en Van Krooi ook. Wat belangrijk, ziek geweest. Half wedstrijdje meegedaan. Laatstelijk dat deed toch al het nodige voetbalstof opwaaien. VVV 6 nederlagen op rij. Wat daar precies gestopt wordt, weet ik niet, maar het is wel belangrijk. De mannen van Fortuna verder met Van Os weer op doel. Cox, Jansen, Anga en Tikpan. Rienstra, Fleming, Teki. En voorin Semedo, Polter en Seuntjes. Semedo, ik weet eigenlijk niet of hij opgeroepen is voor interlandverplichting. Maar hij speelde vorig jaar een keer een halve wedstrijd voor Capverde. Het duurde even, maar de bal was weer op de grond. Ja, dat was ook niet zo lang het duur. Het al, meer op kopbal dan voetbal. De voorzet van Semedo. Niet onaardig. Ineens daar die versnelling. Fortuna dat de bal hier weer snel terug heeft. En weer via Semedo gevaarlijk kan worden. Sterker nog. Wilde ik zeggen, daar komt de voorsprong, maar het schot wordt geblokt. Giacomakis, dat is een best paasje aan de andere kant. Maar ook buitenspel, ja, buitenspel. Niet te win. Gevaarlijk moment aan beide kanten. Hier het moment waarop Seuntjes denkt te scoren. Seuntjes, ja, goede bal binnendoor. Semedo alleen op het doel af. Dat moet het doelpunt worden. Dat wordt het ook. In de 10e minuut komt Fortuna op voorsprong. Nee, geen sprake van buitenspel. En, binnendoor gelopen bij Guara. Die mag zich dat toch zelf ook aantrekken. Het is een prima paas van Seuntjes. Maar Guara mag zijn man natuurlijk nooit zo laten ontsnappen. Hulté en Alphen. Het is prettig nakaarten als je net een doelpunt hebt gemaakt. Fleming. Het is van ver. En dan heeft hij er toch nodige problemen mee, Kiesbouw. Alsof het een tamelijk hete kroket is. Fleming. Fortuna onderschept de bal snel. En is ook snel weg hier met Tirpan, die alle ruimte en tijd heeft voor een voorzet. En dan raakt Swinkels hem niet al te best. Komt die bal bij de tweede paal. En kan hij, oh, wil ik zeggen, kan hij weggewerkt worden. Maar Polter voorkomt dat. Tirpan, dan Swinkels. En dan Polter, die hier even Pacionik aantikt. Die maakt er wel een hoop theater van, hoor. Hier weer, in dit geval Polter en Da Graza. Oh, 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 wat stoer. Met die hoofden tegen elkaar. Kijk, daar gaat Da Graza staan. En Polter, ja. Oh, ja, 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 ja. Slecht acteerwerk. Post afgetroefd door Seuntjes. Het gaat wel erg gemakkelijk bij Fortuna, dat bal erover. En dan Fleming aangespeeld. Die is Da Graza makkelijk kwijt. En dan wordt het toch 2-0, wil je zeggen. Het is echt een grote kans die Fortuna hier laat liggen. Semedo en Polter daar in positie. Ze zijn geven tweeën besteed.
Eens kijken of VVV met die wat meer aanvallend ingestelde spelers ook daadwerkelijk aan aanvallen toekomt. Of dat daar Fortuna vandoor gaat richting doelpunt nummer 2. Fleming heeft een vlammend schot, dat is bekend. Maar hij maakt er wel iets te gretig gebruik van vandaag tot nu toe. Jansen die de bal niet helemaal vol raakte, waardoor hij bij Giacobakis terechtkomt. En dat wordt dan een voorzet voor Hunten. Die naast de bal schiet, ook een duw krijgt volgens mij. Maar wat vindt de VAR? Ja, die vinden het ook niks. Bacionik houdt die bal binnen. Post die de bal ook nog voor krijgt. En dan is daar de man die altijd scoort. En dat dus vandaag ook doet. De gelijkmaker van VVV bij de tweede paal. Daar staat hij. Giacobakis. Fortuna te nonchalant toch. Te veel gedacht, komt dan wel in orde in deze wedstrijd. Dat was in de eerste helft zo. Post gaat hier goed door. Giacobakis eerst met het hoofd en dan met de voet. Treffer nummer 24 en weer niet de onbelangrijkste. Nou, hier toch weer veel ruimte voor Seuntjes in dit geval. En zoveel ruimte moet je hem niet geven. Hij kan zo heel droog de bal in de verre hoek schieten. Seuntjes. Oh, zo belangrijk voor Fortuna. Zet VVV weer op achterstand. En Seuntjes en Seuntjes en Seuntjes kan zomaar uiteindelijk de hoek uitkiezen. Schiet hem feilloos binnen, dat is waar. Zijn vijfde van het seizoen. Fleming. Bal weggehaald door John. Jansen en daar de kans op 1-3. En die wordt gehonoreerd. Het is Fleming die scoort. Staat dezelfde score op het bord als op 30 januari. Ook in het voordeel van Fortuna. Toen werd het uiteindelijk op 3-2. Fleming voorlopig goedgekeurd. Want er is natuurlijk een VAR om te kijken of het inderdaad allemaal geen buitenspel is. En dit zal belijnd worden, denk ik. Hij staat en hij blijft staan. Fleming krijgt dus alsnog dubbele felicitaties. Hij heeft nu officieel zijn achtste van het seizoen te pakken. Fleming is niet voor de eerste keer wild in zijn afronding. Dat was in de eerste helft ook. In schietpositie gebracht, nu door Tirpan. Volgens de technisch manager weet dat het een lastige periode wordt voor VVV. Giacobakis. Bal goed daar aan de rechterkant verlegd naar de Roemer. Die is snel, die is behendig. Maar krijgt die bal hier dan toch niet bij Van Krooy. Maar Giacobakis nog een keer met een rebound. Ja, het is een poging. Het is een meter naast en het ontbeert elke kracht. Maar VVV is al zo langzamerhand richting het laatste kwartier toch wat opportunistischer moeten gaan spelen. Dantonis, die iets heel moois in gedachten heeft. De bal over de doelman heen krullen, dat lukt. Maar ook over het doel. Dat kan beter afgewerkt worden van Krooy met het buitenkant voetje. Kun je je ploeg toch nog weer in de wedstrijd schieten? Maar zo nonchalant. En zo zal hij het niet bedoeld hebben. Maar hij krijgt hem hier aangenomen. Is er heel makkelijk voorbij. En dan schiet hij met de buitenkant.
heel slapjes binnen. Dat is een aardig balletje ertussen. En natuurlijk was hij er bijna bij. Steekballetje van Arias. Het zou buitenspel geweest zijn, denk ik zomaar. Dat is een hele domme, rare overtreding. Dan sta je met nog 2 minuten spelen met 3-1 achter en dan haal je op die manier uit, zoals Arias hier doet. Post heeft al geel te pakken. Dat haalt hij toch ook in zijn hoofd allemaal. Ja, Mulder laat het er maar bij. Dit is coulant eigenlijk. Maar wat haal je in je hoofd om dit met een 3-1 achterstand in de laatste minuut nog even uit te halen? 1-3, wedstrijd gedaan. En nu ook qua tijd, wedstrijd voorbij. En net als 30 januari wint Fortuna van VVV. En dit keer was, nou, laten we zeggen, 10 minuten echt problemen mee. Maar uiteindelijk wint Fortuna en wint Fortuna verdiend met 3-1 in Venlo.